kijk eens hoe erg. Ja, wie kan me daarmee helpen? Ja. Nou, kom dan maar weer. Ja, kom dan maar weer. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag 6 september en we leven om 14:47. Dan was er net weer heel wat aan de hand, maar oké. Ik wens jullie allereerst natuurlijk weer een welkom bij een nieuwe vlog. En die plak me aan gisteren vast. Ja, simpel zat. Ja, Ewin. Ik kom maar aan. Ja. Komt u maar. Alsjeblieft. Ja, ik hoor een hoop herrie in de lucht. Van een helikopter. Ik denk, jeetje, wat is dat dichtbij? Dus ik was boven bezig. Kijk uit mijn slaapkamer aan. Wat een trauma. En die vloog die kant weer op, richting het centrum. Nou, en ik wist al via mijn telefoon dat er wat aan de hand was. Daar in het centrum, op het Bernardplein. Ja, dus daar ging die helikopter naartoe en daar landde hij ook. Dan ging die net weer weg. En toen was ik even aan het opletten. Hoe vlieg je? Nou, hij vloog richting Alkmaar. Dus dat zal, die zal daar straks wel weer gaan landen bij Alkmaar, bij het ziekenhuis. Maar in ieder geval, wat er gebeurd is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er waren 4 eenheden er naartoe. Eentje was gepaste spoed, de tweede was gepaste spoed, de derde was spoed. En de vierde was ook spoed en toen kwam de heli er nog bij. Ja. Nou, dan weet je nog. Ewin, mag niet. Nageltje scherpen op mijn bank. Is je foei. Je boven een krabpaal staan. Zo dan. Gaat ze dat op mijn stof doen? Mag toch niet. Wat voor dikkie. Maar in ieder geval, ja. Oké. Ja, waar waren we gebleven? Oh ja, bij die trauma, Ewin. Maar in ieder geval, ja, hij is dus weer weg en ik hoop dat het met de patiënt goed zal komen. Want ja, ik weet dus verder niet wat er aan de hand was. Wel stond er in het verleden altijd een vrouw bovenop een gebouw op het dak. Die was psychisch niet in orde. Het kan ook om diezelfde vrouw weer gaan. Want die staat regelmatig op het dak en dat mensje werd niet doorgestuurd. Niks. Nee. Dus iedere keer moeten ze dan naar het dak toe om haar proberen te redden en dan niet die sprong te laten maken. Maar het kan nou net zo goed wezen dat ze wel gesprongen heeft. Je weet het niet. Maar oké, maakt verder allemaal niet uit. Ik wens jullie allemaal wel natuurlijk een hele fijne zondag toe. Het is hier al slecht weer. Het regent ondaafklap. Het is momenteel even droog dat ik ga... Zo weer even lekker lopen met Rijka, dat doe ik tussen de buien door steeds. Ze is ook al in de tuin geweest. Ze heeft de poort verder vernield. Oh mijn hemel, ja. Die was al kapot. En dan heeft ze dat gat groter gemaakt. Ik dacht vannacht dat die het bladeren was. Nee, is het van de poort. Nou, kijk eens hoe erg. Ja, wie kan me daarmee helpen? Meld je aan en kom naar me toe. Wie kan me met die poort helpen? Dat die poort weer heel komt, ja. Ik wil mijn poort heel hebben of vernieuwen of weet ik veel wat. Maar ik weet niet hoe. Ik heb geen hulp. Het kost geld. Ook dat natuurlijk nog. Maar in ieder geval, lieve vrienden, wie kan mij helpen met die poort? Dat die poort weer wat fatsoenlijk wordt. En dat zij er niet aan kan komen. Op een of andere vreemde manier, want ze knaagt aan alles. Ik ben blij dat ze mijn bankje alweer met rust laat. Maar ja, ik kwam daar te laat achter, anders had ze gelijk een tik op de neus gekregen. Ja, dat doet ze wanneer het laat is en het donker is en dan zie je niet wat ze doet. Maar oké, lieve vrienden, ik zal me klaarmaken voor Rijka uit te laten, nu dat droog is en...
Ik wens jullie tot, straks maar weer, hè. Ja, ik weet het niet. Ga leuke dingen doen. Ik moet sowieso weer renderen en ik moet weer filmpjes uitzoeken. Dus ja, ik heb het weer druk en nog eens druk. Ja, kom je niet aan hobbyën toe? Ik had eigenlijk weer eens willen hobbyën, maar ja, dat moet eerst klaar. Voordat ik dat kan gaan doen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 17 uur 28, oftewel bijna half zes. Ewen die is op mijn schoot en die legt de hele middag al op mijn schoot te slapen. Dus die is nou even wakker. En Kandalf, nou ja, die wou ik binnen laten omdat het weer begon te regenen. En wat doet meneer? Ruts! Vliegt hij onder de bus voor nood. Ja, dat is de Verma, dat is een taxibedrijf voor kinderen. En daar vliegt hij onderdoor en nou wil hij niet naar binnen komen, want hij is bang om een beetje nat te worden. Ja. En Rijka heeft dus op de Soda Hannes gekregen van mij, want we moeten me luisteren. Dus wie niet luisteren wil, die moet me voelen. En dat spoelt hier echt hoor, dat is niet leuk meer. En ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten. Ja, ik ben heel erg laat om dat te gaan, want ik heb een aantal telefoontjes gepleegd om te kijken hoe het met de mensen waren. Ik heb mijn zwager eindelijk weten te pakken te krijgen. Nou, die heeft inmiddels ook alweer in het ziekenhuis gelegen. Ja, ik zeg, doe je mond dan open, dan weet ik wat. Maar nee, niet doen hè. Maar ja, hier ook, kijk, bagger weer. Ba, ba, ba. Niks aan. En er zit Kandalf, als het goed is, onder dat butje. Ja. Je hebt warme pooties. Wow. Je hebt warme pooties. Hé, magisch sprietje. Ja, en eten. Ze krijgt genoeg hoor. Moet je eten, meisje? Ik heb hier eten voor je, hè. Oepsiekidee. Moet je eten. Nee, ik moet het even losmaken. Gaan we het even losmaken. Gaan we het even losmaken. Ja, gaan we het even losmaken. Kom maar. Kom dan. Kom maar dan. Kom maar. Ewen. Ewen. Kom maar dan. Kom maar dan. Kom maar dan. Nou dan niet. Kijk, dat bedoel ik. Zo heel niet. Maar ja, ze wordt ook al oud. Althans, ze is al oud. 15 jaar. Mijn meisje, mijn prinsesje, hè? Ja, je moet eten. Je moet eten. Meeuw. Ja. Nou, kom dan maar weer. Ja, kom dan maar weer. Ja. Wordt voor dikkie, hè? Ja, wordt voor dikkie. Probeer die handdoek even goed te krijgen. Ja. Zo. Ga maar naar liggen. Ga je zo meteen weer een dekentje om je heen. Hé? Lekker warm, hè? Goed, zo dik hier, meisje. Hé? Hallo. Hallo. Mooi. Ze is zo lief, zo aanhankelijk, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik moet nodig aan het werk. Ik moet even kijken. Onze Jolanka Schoppers moet ik even antwoord gaan geven, want ze heeft gereageerd onder mijn vlog van woensdag 21 augustus. En ja, dan moet ik eventjes natuurlijk toch beantwoorden. Ja.
Maar ik weet niet wat ze allemaal precies bedoelt. Een kaaspedofiel? Wat houdt dat in? Een kaaspedofiel? Nog nooit gehoord. Of legt hem dat aan mij? Het zal. Maar in ieder geval. Ja, Eeuwen die wil zo graag wat. Plakje boterhammenworst. Ja, ze lust wel meer hoor dan dat. Maar oké, lieve vrienden, ik ga haar even antwoord geven, onze Jolanka Schoppers. En dan komt het allemaal wel weer goed. En dan zal ik een nieuwe vlog proberen in elkaar te knutselen. Al heb ik wel niet zoveel zin, maar ik loop op achter, dus ik zal moeten. Maar ik ben, hoe noem je dat? Rusteloos, lusteloos, weet ik veel, komt ook dat weer. Je ligt dan liever op je bed, maar oké. Ook heb ik diertjes waar ik rekening mee moet houden. Er is er eentje, die moet eruit, zoals Rijka. Nou ja, die was vanmiddag er ook laat uit, dus ik bekijk het nog even. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, al duurt het nog maar even. Ja, nog geen half uur meer, dan is het avond. En ik zou zeggen, voor straks smakelijk eten en bon appetit. Ja, en voor vanavond dan een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Geniet van elkaar, met elkaar, of zonder elkaar, en doe het met je diertjes. Ja, dat kan ook heel gezellig wezen, toch? Ja, ze met Eeuwen op mijn schoot, is lekker. Ja hoor, hé, wijfie. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles. Houd je staartjes bij. Kijk, wat zit er omhoog. Maar in ieder geval, voor later op de avond natuurlijk, wel trusten. Slaap lekker, met mooie dromen en weer gezond uit je bed zien te komen. Morgen is het maandag, voor de ouderwetse mensen, die ouderwetse werkers zijn, is morgen de wasdag. Ja, dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet ervan met wat je gaat doen morgen. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.